ik ben Hadewieg en ik laat je in deze video zien hoe je speculatiemannetjes bakt en versiert. Voor de speculaaskoekjes heb je nodig 1 pak koopmans speculaas, boter en water. En voor het glazuur heb je poedersuiker, honing en melk nodig. De deeg heb ik vast gemaakt met de mix van koopmans, een klein beetje water en boter. En de deeg dat kun je met de hand kneden of je kunt het mixen met de mixer met deeg haken. Om straks 1 bakplaat te kunnen bekleden, verdeel ik het deeg in 2 delen. Eén deel leg ik in de koelkast en het andere deel bewaar ik om later af te bakken. Het deeg maak ik vast goed plat, dan wordt het sneller koud en dan kan ik er straks sneller bij werken. Het deeg dat uit de ijskast komt, rol ik dan tussen een bakpapiertje en plastic uit tot ongeveer 1,5 centimeter dik. En dit is een hele fijne methode omdat op deze manier het deeg niet aan de rollen blijft plakken of aan het werkblad. Plus ik kan het deeg heel makkelijk draaien. Het vormpje doop ik eerst even in de bloem. Zo blijft het deeg niet aan het vormpje plakken. Het is belangrijk dat het deeg nog goed koud is. Hierdoor lopen de koekjes minder snel uit op de bakplaat. Zorg ook dat er genoeg ruimte is tussen de mannetjes in. En voor het restje deeg dat ik over heb, maak ik gewoon weer een nieuwe plak deeg. Waar ik weer vormpjes uit kan steken. De koekjes heb ik ruim verdeeld over de bakplaat, zodat er genoeg ruimte tussen zit. En dat doe ik omdat de koekjes nog een klein beetje uitlopen. En als laatste zet ik met een satéprikker in sommige koekjes nog even een klein gaatje. Zodat ik ze later nog aan een koordje kan ophangen. De koekjes komen nu net na 20 minuten uit de oven. Die laat ik even heel goed afkoelen op een bakrooster. En dan prik ik voordat de koekjes helemaal hard worden, het gaatje nog even iets verder door. Want het deeg is een klein beetje uitgelopen in de oven. Het glazuur maak ik door de melk en de honing bij de poedersuiker te doen. En die even goed met een garde door te roeren totdat er 1 gladde massa ontstaat. Zo, het witte glazuur is klaar. En het is een lekkere dikke glazuur geworden. Ik heb nog 2 variaties gemaakt. Een bruine en een rode. En aan de bruine heb ik een klein beetje cacao toegevoegd. En aan de rode heb ik een klein beetje limonadesiroop toegevoegd. Zodat je nog met wat extra kleurtjes kan versieren. Je kunt een beetje spelen met de verhoudingen. Als de glazuur te dun is, kan je er wat poedersuiker bij doen. En als hij te dik is, kun je er een heel klein beetje water bij doen. Dan giet ik het glazuur in de ziplockbag. En ik knip er zo meteen een heel klein puntje af om voorzichtig de hoeveelheid glazuur te doseren. Je kunt het koekenmannetje natuurlijk ook andersom gebruiken. En dan kan je er bijvoorbeeld een eland van maken. Een Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Als het glazuur nog nat is, dan kun je ook nog allerlei decoraties toevoegen. Zoals bijvoorbeeld hagelslag of zilveren parels. Let er daarna op dat je de glazuur wel goed laat drogen aan de lucht. En dat je nog niet de koekjes alvast in de koektrommel opbergt. Wil je het hele recept nalezen? Kijk dan op broodmans.com.